De vuurkaravaan houdt in dat we alle buurdorpen van Raalte langs gaan om vuurwerk op te halen. Ze hebben allemaal vaste plekken in de dorpen en dan kunnen we mensen vuurwerk brengen. Ten eerste is het makkelijk. Ik bedoel, je kunt het hier gewoon inleveren en anders moeten we het met een vuil meegeven. En ja, het is nog voordeliger. Het scheelt weer in de container en je kunt er een prijsje mee winnen. Dat het gratis is, is gewoon perfect. Dus het stimuleert nog mensen om spul op te ruimen. Ik had gisteren nog even gekeken op internet van staan ze hier vandaag nog weer? En inderdaad, ze staan er. Ja, dat de gemeente Raalte hier mee doet, vind ik goed. Hoort toch Raalte ook een beetje schoon. Dus. Alles was centraal ingezameld. Je krijgt geen zwerfvuil. Dan heb je het toch weer uit de straten en dan heb je het, kan het hier worden ingeleverd. Lekker vroeg uit de veer, dus schoonmaken. Ik vind dat iedereen het moet doen eigenlijk. Ik bedoel, je maakt troep en dan moet het ook weer opgeruimd worden.